Goedendag dames en heren, welkom bij Ouderwetse TV. Vandaag hebben we enkele bijzondere leuke items. Ik kijk graag. Kijkt u gezellig met ons mee? Hoi, ik ben Nathalie, de wijkconciërge van het Oude Westen. Nou, ik loop natuurlijk hier in het mooie pareltje van Rotterdam, het Oude Westen. Waar veel mensen met plezier wonen. Helaas treffen we alleen veel zwerfval en naastplaatsingen van de containers, zoals jullie hier zien. Dit is heel jammer, want we willen natuurlijk allemaal fijn leven in deze mooie stad. Ik ga een paar dingen laten zien. We kunnen karton, restafval, papier, kunnen we en glas allemaal scheiden. We hebben hier drie hele mooie containers. Kijk, nu leggen we de hele mooie papier hier op de grond. Terwijl als we het deeg pakken en we maken het wat kleiner, hebben we een mooie stapel, doen hem open. En het is weg. Het scheelt alweer heel veel. Laten we dit met z'n allen doen, want buiten is van ons allemaal. Heb je een grof vuil, kapotte spullen, zoals een koelkast, een kapotte wasrek, een oud matras, het maakt niet uit wat. Maak een afspraak bij de gemeente Rotterdam. Het wordt gratis opgehaald. Voor 14.010 kan je altijd bellen of www.rotterdam.nl/ophaalafspraak. Ook kan je het zelf gratis brengen naar het Milieupark in Rotterdam. En dat is op de Keile Zuidweg, nummer 15. Gooi je vuilniszak altijd in de restafvalcontainer. Wat je altijd kan doen, is het zoveel mogelijk scheiden. Als je het glas eruit haalt, als je het papier eruit haalt, waardoor de restafval minder wordt. Waardoor de zak makkelijker in de container past. Ik heb een tip voor jullie. Als je vuilniszakken van ongeveer maximaal 60 liter neemt en die er verticaal indouwt, passen ze er altijd in. Kijk, als je nu alles ernaast gooit, is het heel erg vervelend. De ophalers kunnen het nu niet weghalen. Alles wat op de plaat blijft liggen, kunnen we de container niet optillen. Dat is zo zonde. Maar je riskeert ook een boete van €104. En dat is natuurlijk helemaal zonde van het geld. En het is gevaarlijk voor onze kinderen en voor de huisdieren. Maar wat denk je van de ratten en de meeuwen die er komen? Waardoor we nu ons mooie pareltje hier in Rotterdam weer vies aan het maken zijn. Dat is toch zo zonde? De volgende tip die ik voor jullie heb. We hebben een buitenbeten app. Als je iets ziet naast de container, dat de container vast zit, dat er naast dingen leggen, dat er vuil op straat legt, maak er een foto van en zet het in de buitenbeten app. Wij komen langs en ruimen het voor u op. Zo houden we de wijk schoon. Ook wat we ook kunnen doen, is je kan adoptantencontainer worden. Als je adoptantencontainer wordt in de wijk, daar hebben we al verschillende bewoners, zijn hier adoptant in de container, waar we heel blij mee zijn. En die zorgen ervoor dat je dan uiteindelijk zelf de container een beetje schoon houdt. Ze maken meldingen. De meldingen worden sneller afgehandeld als je een adoptant bent. Ja, dus mensen, kom op. Laten we samen sterk zijn en laten we de buurt mooi houden. Zodat ons Oude Westen het pareltje van Rotterdam blijft. Vandaag hebben we een overzicht tentoonstelling van Sylvia Henneken. Hier hebben we haar dochter. Wie is Sylvia Henneken? Een Rotterdamse kunstenares. Wat gaan we vandaar hier zien vandaag? Allemaal verschillende schilderijen die over een bepaald aantal jaren gemaakt zijn. En een paar hebben ook in New York gehangen, een paar jaar geleden. In Rotterdam, Amsterdam, België, volgens mij Denemarken en New York. Waarom nu doen jullie dit in zo'n moeilijke tijdje van corona? Ze is 3 jaar geleden overleden en sindsdien waren we op zoek naar een plek om een tentoonstelling te houden. En het was toevallig dat er in deze tijd een plek was. Ik ben Cindy Vos van Stichting Een Boasso. En je bent hier in de entree Afrikaanse Bazaar van de Anna Palona straat, nummer 60. We hebben hier achter een hele mooie ruimte van 500, 600 vierkante meter. Waar je heel leuk dingetjes kan doen. Maar we zitten natuurlijk met de regels rondom de corona. Dus we moeten nu heel erg opletten wat steeds de actuele regels zijn en ons aan de voorschriften houden. Maar het is dit weekend gelukkig mogelijk om een expositie daar te hebben.
Dus er is prachtige kunst opgehangen. En maximaal 30 mensen tegelijk mogen dan naar binnen met gedesinfecteerde handen na de gezondheidscheck met een mondkapje op. Dus ze kunnen ze toch genieten van een beetje cultuur, een stukje kunst in de wijk. En we hopen zo binnenkort daar ook nog wat anders te kunnen doen. Want voor volgende week hebben wij nog een zittend muziekfestival, City in the City. Dat gaat plaatsvinden op 28 en 29 november en nog één keer op 13 december. En dan kunnen mensen per tijdslot een kaartje kopen voor 2 bands. En die flyers worden op dit moment gedrukt omdat we nu eigenlijk pas weten dat het met strikte regels door kan gaan. De Jumbo die gaat hier inkomen. Dat zou eerst per januari zijn, toen per april. Mogelijk wordt dat ook weer wat opgeschoven. Zolang zij daar nog niet zijn, kunnen wij hier in deze ruimte, als het ook volgens de maatregelen kan, leuke dingetjes doen voor de wijk. Nou, ik ben Lilian Cardoso, Stichting Female Force. En wij gaan op 12 december gaan wij hier een evenement organiseren. Het evenement heet FemX Talk and Art. En we gaan hier vooral met vrouwen in gesprek over verschillende onderwerpen. En daarnaast hebben we 3 mensen die hier een expositie komen laten zien. En spoken words hebben we ook nog. En wellicht wat zang. Dus het wordt een hele gezellige dag. En het is vooral voor vrouwen. Dus ik zet vrouwen op het podium. Maar mannen zijn ook hartstikke welkom. Ja, ik heb de stichting nu zo'n 8 jaar geleden opgericht. En daar hebben zich heel veel vrouwen bij aangesloten. En nu hebben we een aantal ambassadeurs. Dus dit event wat wij 12 december gaan doen, doen wij al een tijdje. Alleen door corona is het een beetje gestopt. En doen we heel veel online. Dus we hebben ook onze YouTube-kanaal, waarin wij dus praten over verschillende onderwerpen. En we zijn heel blij dat we nu nog dit jaar een event kunnen doen waarin we dus vrouwen uitnodigen die over bepaalde onderwerpen komen praten. Ik zit hier gezellig aan tafel met Ans. We zijn bij de Jeugdbiep in West. We hebben een aantal vragen voor Ans hoe het in zijn werking gaat met de maatregelen van de corona, want die zijn aangescherpt. Hoe gaat het hier? Gewoon goed. Wij volgen de regels van de basisschool, want de Jeugdbiep is voor kinderen tot 14 jaar. En de basisscholen zijn nu gelukkig open nog steeds, want dat was van het voorjaar natuurlijk anders toen alles dicht ging. En we hebben wel een aantal afspraken gemaakt. We zijn eigenlijk 5 dagen open, maar nu zijn we maar 3 dagen open. Op maandag, woensdag en vrijdag. Dus maandag en vrijdag van 3 tot 5 en woensdag van 1 tot 4. En die afspraken zijn ook samen met beneden, met de actiegroep. Dat als je binnenkomt heb je een mondkapje op. Handen schoonmaken. Nou, kinderen doen dat niet altijd. In het begin wel, maar misschien, nou, ik weet niet of ze het eigenlijk nu op het moment beneden doen. Maar daar letten we wel een beetje op. Daarnaast is het zo dat in deze ruimte niet te veel volwassenen tegelijk kunnen zijn. Dus als er
tegelijk 3 of 4 ouders komen, dan vragen we wacht even. En dan kunnen ze hiernaast even wachten. En dan hebben ze een boek uitgezocht met de kinderen. Oh, maar kinderen komen ook heel veel alleen. En we hebben voor de rest dat we de boeken een beetje schoonmaken als ze weer terugkomen. Weet je wel, of dat ze even een dagje liggen bij te komen en dat we ze dan pas in de kast zetten. Dat soort maatregelen hebben we. En hoeveel mensen mogen er binnenkomen? Nou ja, met de vrijwilligers die er zijn, dat zijn er eigenlijk altijd 2. Dus 4 volwassenen. En kinderen, ja, het is over het algemeen ook meestal, zijn niet veel meer dan 4 kinderen tegelijk hier. Dus dat gaat ook goed. En spreken de kinderen u aan over de maatregelen van de corona, hoe het allemaal in zijn werking gaat? Nee, dat deden ze wel toen bij de eerste lockdown in maart. En dan hadden ze allerlei vragen en meningen over de corona. En nu is dat een beetje weggezakt. En moet je er meer op letten bij hun dat ze zich soms aan afspraken houden. Of een beetje afstand houden toch. Dat soort zaken. Dus de kinderen hebben het er eigenlijk niet zoveel meer over. Nou, dat is fijn. Nou, wat ik heb vernomen is dat er dus 4 mensen binnen mogen komen. En is er een bepaalde tijdlimiet hoe lang ze mogen blijven? Of roleert dat heel snel? Nee, als de mensen staan te wachten, dan heeft iedereen ook zoiets. Nou, ook naar de kinderen toe, schiet een beetje op met een boek uitzoeken. Want dat kan al wel eens wat langer duren. Ja, klopt. Maar nee, dat houden we met elkaar gewoon eigenlijk heel goed in de gaten allemaal. Fijn. Nee, gaat goed. Beetje spelen. Wat komt natuurlijk vooral langs in de jeugdbieb. Hè? We hebben hier prachtige boeken, heel veel prentenboeken voor kleine kinderen. En we krijgen heel veel boeken gratis, dus die geven we ook weer aan de kinderen meestal mee. Die mogen ze houden. En heel veel Donald Duckjes, dat vinden kinderen ook ontzettend leuk. Ja. Kom vooral, dus. Kom vooral. Ja. U hoort het, kom vooral. Bent u gekomen om reporter te worden van Oud-West TV? Een vriendin van mij is schilderes en die bracht me in aanraking met West-Kruiskade TV. En dat vond ik zo leuk dat ik nu heb gezegd, daar moet ik gewoon volhouden. Daarom ben ik bij Oud-West TV terechtgekomen. En vindt u het leuk om bij Oud-West TV te werken? Ik vind het heel leuk, want ik ben in het eigenlijk in Rotterdam-West opgegroeid. Ik heb nog schaatsen geleerd op de Hemerraadsingel. En daarom ben ik heel verbonden met die buurt. En dat wil ik ook een beetje blijven. En wat bent u nog verder van plan om te gaan doen met Oud-West TV? Nou, er zijn andere mensen die zijn heel erg bezig met dingen in de buurt. En dan ben ik in de gelukkige omstandigheid dat ik dan zo nu en dan interviews mag afnemen. En dat vind ik ontzettend leuk. En dat ben ik ook van plan te blijven doen. En wat vindt u zelf van de buurt Oud-Westen? Het is een hele spannende buurt. Er zijn hele leuke ondernemers. Hele interessante jongelui. Kinderen. Nou, je bent er zelf één die al heel erg goed bezig is. Helaas, dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van onze programma. Wilt u meer over ons weten en deze uitzending opnieuw bekijken? Bezoekt u onze website www.oudewesten.tv. U kunt ons ook volgen op onze sociale media kanalen. Twitter, Facebook en Instagram. Ik wens u nog een fijne dag. Tot volgende week!